Mijn naam is Vincent Everts. Mijn naam is Ellen Hiep. En wij kennen elkaar van elektrisch rijden. We zijn ook allemaal in het bestuur. En wij organiseren een reis. En wat gaan we doen? Wij gaan naar een EV-reis. Wij gaan met een EV-reis naar China van 7 tot 14 september. En waarom gaan wij naar China? Nou, omdat natuurlijk meer dan 50% van alle elektrische auto's komt uit China. 250.000 per maand. En een heleboel fabrikanten zijn daar. Ook als het gaat over batterijontwikkelingen. Daar heb je de BYD's van deze wereld. En nog 500 andere fabrikanten van batterijen. En daar is ook nog iets heel bijzonders. En dat is LSEV. Low Speed Electric Vehicles. Ja, Low Speed Electric Vehicle. En dat is niet zomaar een ontwikkeling. Want er worden een paar miljoen auto's verkocht per jaar. Maar die Low Speed, daar worden er 10 miljoen van verkocht volgend jaar. En dat zijn dus echt speciaal voor de stad. Tussen de 1 en de 5.000 euro kosten die. En die worden ongelooflijk veel gebruikt. Nou, daar gaan we allemaal naar kijken. En ook hoe steden daarmee omgaan. Dus hoe ziet de reis eruit, Ellen? We hebben drie delen in deze reis. We beginnen in Shenzhen met een enorme bootcamp. Een masterclass waarin we echt alle partijen uit China aan het woord laten. En waarin we ook in alles te weten komen over China. Van batterijen tot technologie, tot nieuwe modellen, tot de ontwikkeling op het gebied van stadsmobiliteit. Zeer belangrijk ook. En dat doen we met David Lee. Hij is van het Open Innovation Lab in Shenzhen. De dag daarna gaan we wat field trips doen. We gaan naar BYD. Voor de batterijen, voor de ontwikkelingen. En we gaan naar Tencent. Ja, nou. Tencent moet je natuurlijk gewoon zien hebben. Dat is echt ook een bedrijf. De helft van alle Chinezen zit gewoon voortdurend in WeChat daarmee te werken. Maar ze doen ook heel erg veel op het gebied van batterijen en elektrisch rijden. Daarna gaan we naar het noorden. We gaan naar Shijiazhuang. Dat ligt eigenlijk ongeveer een uur met de very fast train van Beijing. En daar gaan we kijken hoe het echt in de realiteit werkt. Want in China heb je natuurlijk verschillende steden. Elke stad heeft zijn eigen beleid. Maar daar kun je het daadwerkelijk zien hoe het op de straat in het stadsbeeld eruit ziet. En vervolgens pakken we de trein en komen we dan terecht in Beijing. En daar gaan we het met name ook hebben over de politieke component hieraan. We gaan natuurlijk kijken van hoe zit dat landelijk beleid? Hoe gaat het met deelmobiliteit? Hoe ziet die politiek er nou uit? We gaan kijken of we een kijkje nemen op de Nederlandse ambassade. Dus we proberen dan echt die politiek ook vat op te krijgen. Voor wie is dat nou interessant? Ik denk voor een heel groot gedeelte van mensen die echt geïnteresseerd zijn in innovatie. Maar ook met name mensen die bijvoorbeeld met stadsmobiliteit bezig zijn, met sharing. Het is eigenlijk heel breed. En ook mensen die gewoon nieuwsgierig zijn van wat zien wij op de Chinese wegen al wat wij hier in Nederland ook of in Europa ook gaan zien. Dus voor mensen met beleid, voor mensen met productie, distributie en ook die stadsmobiliteit. Want dat is ook echt iets waar we denken waar heel veel in gaat gebeuren. De waarde van de reis bestaat uit twee gedeeltes. Eén, je ziet een hele hoop bedrijven bij elkaar en dat kun je in korte tijd komt er naar je toe. En twee is natuurlijk de reis zelf met het gezelschap, want we hebben een ontzettend leuk gezelschap. We hebben een heel leuk gezelschap en wat zo mooi is, en je kunt natuurlijk ook mee. Kijk, op het moment dat we willen met maximaal 20 man gaan, hè, want het moet wel bescheiden blijven. We willen ook niet meteen binnenkomen, maar het is echt een reis waarin je ook met elkaar gaat kijken wat moeten we nou met al die ontwikkelingen terug in Nederland. Want we gaan ook terug in Nederland proberen om een soort wrap-up te maken om te kijken wat gaan we hier nou verder mee doen? Wat hebben we hier nou van geleerd? Want de waarde, de helft vind ik altijd die mensen die het met elkaar interpreteren. Hoe kunnen we daar in Nederland iets van leren? Dus als je dat interessant vindt, dan ga je naar de website. www.evreizen.nl. En dan 20 mensen maximaal. Er zijn er al een stuk of 8 weg. Dus ja, de komende 12 mensen, dan veel succes. See you there.